Goedemorgen iedereen. Ja, het is nog ochtend. Iedereen welkom bij de webinar Samenwerking Inventor en Revit. Mijn collega vroeg of ik even wou wachten. Misschien zijn er nog een paar die in willen loggen. Dus ik let de tijd wel even vol voordat we echt starten. Maar we gaan het vandaag hebben over, zoals je al ziet, de samenwerking van Inventor en Revit. En misschien gaat het wel verder dan dat. Want of je nou een Inventor gebruiker bent of een Revit gebruiker, ik denk dat je beiden hier wel wat aan zult hebben. En mijn collega, ex-collega inmiddels, Michiel, die heeft vorig jaar ook een webinar hierover gegeven. En vandaar dat hij nou ook geïnteresseerd is, denk ik, hoe zal ik het doen? En wat is er nieuw in 2022? Er zijn toch wel een aantal zaken die zijn verbeterd. En ook daar gaan we eens even naar kijken. Het is een live demonstratie. Ik heb maar een paar PowerPoint sheetjes die ik jullie zal laten zien. Maar voor de rest is het allemaal live. Dus je moet, dat gaat hartstikke goed. Ik weet zeker dat het goed is. Alleen af en toe dan zal je even moeten wachten, want dan moet je wat laden. En dan moet er wat gecompileerd worden of wat dan ook. Hè. Het is een kwestie van, ik denk dat het heel interessant is. Ik zelf heb hier echt jaren naar uitgekeken. Ik heb wat ik jullie nu laat zien, daar heb ik echt, heb ik echt altijd het gevoel gehad als dat toch eens zou kunnen. En het is zover. Vorig jaar was het al best wel zover. Michiel heeft ook wat een en ander laten zien. Maar ik weet zeker dat je, als je dit ziet, denk je helemaal van wow, dit gaat het helemaal worden. Nou, ik denk dat we al opgewarmd zijn, dat we gewoon willen beginnen. 11 uur. Je ziet mijn prachtige introductieplaatje. Je ziet ook een gebouw. Dat is ook ten eerste mijn dataset. Ik maak straks een gebouw in Revit. Nou, die is al gemaakt. En daar ga ik een fabriek eigenlijk in creëren met allerlei machines. Het vervelende van webinars vind ik dat ik niemand hoor. Ik zie geen reacties. Dus is er wat? Hè? Alsjeblieft, chat het of maak het. Ja, lawaai is dan een beetje lastig. Even Koen, kun je assembly met meerdere subassemblies? Daar ga je. Koen, daar kom ik later wel op terug. Hè? Kan je een assembly? Weet ik zo nog niet. Daar moet ik even over nadenken. Huh? Ja, ik denk het wel. Ik heb compleet de hele fabriek, die importeer ik, die exporteer ik. Ik denk dat je eerst even mijn demonstratie af moet wachten. En aan het eind van de rit, dat je dan gericht met dit soort vragen kan komen. Want ik laat inderdaad een export zien vanuit Revit. Ik laat een import zien vanuit Inventor. Ik laat weer een export zien vanuit Inventor en weer een import. Nou ja, zo, het cirkeltje is helemaal rond. Hij gaat alle kanten op. We beginnen. Even kijken of het volgende knopje. Ik zei, ik heb een paar PowerPoint sheets, maar moet ik ze wel laten zien natuurlijk. Hè? Ik klik erop en er gebeurt helemaal niks. Waar zit mijn muis vast? Ja, dat is hem. Nou ja, kijk, naadloos. Dat geeft al aan dat het naadloos. Het gaat wat naadloos. Wat moet je ervan zeggen? Het is gewoon gestroomlijnd. Prima gestroomlijnd. En dat ga je zien. Kijk, instructies van Zoom. Als je nog nooit met Zoom gewerkt hebt. Jullie hebben nu al zitten allemaal in deze Zoom-sessie. Je bent standaard gemute. Dat betekent gewoon dat ik je niet kan horen. Ik zie ook al jullie microfoontjes. Er staat een streep door. Prima. Ik hoor je liever wel. Maar dat is ook onrustig. Dus als je wat hebt, misschien chat het even af. Ja, aan het eind van de rit dan houden we wel een soort vragenrondje. Dan kun je lawaai maken. Dus laten we dat zo afspreken. Ik zie trouwens niemand. Dus niemand heeft zijn video aan. Dus niemand heeft misschien wel een video. Ik denk dat Michiel dat wel heeft. Maar het heeft hij me gewoon niet aan. Het geeft ook helemaal niks. Ik zie gewoon niemand. Collega Leni heeft een mooi plaatje van haarzelf. De enige die jullie zien, dat ben ik. En de rest is gewoon prima. Volgens mij weten jullie al hoe dit werkt. Ik krijg al een paar chats. Dat zijn toch chatjes? Ja, dus wil je wat zeggen, je kunt altijd chatten. En als ik het niet zie, dan ziet Leni het wel dat een chat binnenkomt. En je krijgt sowieso antwoord. Nou, dan moet ik iets over Kadik vertellen. Kijk, als je ons nog niet kent, dan denk je, wie zijn dat? Wat is dat voor club? Nou, we bestaan al een hele tijd. Meer dan 25 jaar. En we zijn een gerenommeerd bedrijf in het opleiden van mensen in de CAD-omgeving. Dat is het. Hè. Onze naam is, zegt het al, CAD X, CAD Computer Added Design. We doen trainingen,
consultancy en detachering. Consultancy, wat moet je daaronder verstaan? Dat is meer mensen begeleiden, mensen helpen. En we hebben kennis in huis, dus zit je met vragen, kun je altijd bij ons terecht. Want wij hebben de experts en we kunnen jullie verder helpen. Op vele gebieden, dus daar ga ik nou niet over uitweiden. Detachering, ja, als je als bedrijf handjes tekort komt, je hebt mensen nodig. Ja, we leiden ze zelf op, dus we hebben goede vakmensen voor jullie, dus dat is geen enkel probleem. Nou, dit zijn de verschillende werkvelden. Ik vergeet dus mezelf helemaal voor te stellen. Dus mijn naam is Wim Meijer en ik ben van origine een werktuigbouwer. Maar ja, werktuigbouw is hartstikke breed. Dat zul je straks ook zien. Want ik ben ook heel geïnteresseerd in de Revit-omgeving, de bouwomgeving. Maar verder hebben wij allemaal werkvelden. We hebben werktuigbouwspecialisten, bouw en architectuur, installatie en civiele techniek. En dat zijn onze werkvelden. Komt hij nog een keer. Femke heeft me dit verteld waarom ze dit er twee keer in gezet heeft. Ja, waarschijnlijk om je nog een keer dit onder je aandacht te brengen. Wil je wat zeggen? Nog een keer terug. Dan wil je wat zeggen, kun je chatten. Dit is mijn sheet. Hè. Ik ga je deze zaken, ik moest een agenda bedenken. Dus ja, wat is het? Ik ga je de introductie. En dan zijn dit eigenlijk de dingen die we doen. Hè. Het gebouw is gemaakt met Revit. Ik heb machines en toebehoren in Invento gemaakt. En hoe gaan die twee samen smelten? Dat is het eigenlijk, samen smelten. En dat is een live demonstratie. Nou, dit is dan een foto met allerlei zakelijke dingen die je om je heen ziet. Dingen, zaken die je om je heen ziet. En de noodzaak van het samenwerken van Revit en Inventor, die komt eigenlijk voort uit alles wat je doet heeft meerdere functionaliteiten. Want ik zal je een verhaaltje vertellen over mezelf. Dat, ik heb eens in Schiphol heb ik een heel project moeten doen. En het waren alles wat ik zeg was voor de grap, gekscherend. Alles wat blinkt en glimt in die uitbreidingshal van Schiphol. Dat heb ik getekend en dat was ook zo. Want ik moest daar de trappen tekenen, de bordessen, het leuningwerk. Tot en met spuwertjes van het regenwater op de gebouwen. Die moest ik allemaal tekenen. Dus alles wat van roestvrijstaal en aluminium was en glas. Dat was mijn taak. Maar om dat te doen, had ik toch wel eerst het hele gebouw nodig. En in die tijd had ik een AutoCAD-tekening, niet eens digitaal. Dus ik moest het hele gebouw overtekenen, of de meerdere gebouwen. En denk je dat dat genoeg is? Nee, dat is niet genoeg, want klopt het wel met de werkelijkheid? Daarvoor moest je toch naar Schiphol, je moest toch de boel in gaan meten. Nou, met de situatie die jullie straks gaan zien, is dit allemaal overbodig. Want in deze tijd hoeft dat niet meer. Je hebt een BIM-model, je hebt een Revit-model. Ik zou nog die hele Schiphol-loods zo kunnen inlezen. En als er iets S-beeld is en er wordt iets ingemeten en dat gaat toch veranderen, dan zul je zien dat door middel van links dat je linken, hij update ook weer automatisch. Dus als er iets verandert, en dat ga ik nu laten zien straks. Ik heb een gebouw. In Inventor, in Revit, ik haal alles door elkaar natuurlijk, maar in Revit en ik ga daar een onderdelen in Inventor in zetten en ik zie dat het niet past en dan komt de hele discussie, wat ga je doen? Dus ik wil een beetje die kant op. Dan vertel ik iets van mezelf over leuningen van Schiphol, maar natuurlijk kun je dat ook in je eigen situatie verplaatsen. Ik kan legio voorbeelden bedenken waarbij ik eerst de omgeving heb moeten tekenen. Ik heb ook heel veel designtrappen gemaakt. Nou, dan is het heel duidelijk dat je precies moet weten hoe de muren lopen. Waar zit de trapgat? Hoe hoog is de vloer? Ik heb in de afvalverwerking transportbanden gemaakt. Nou, dan is het zeker noodzakelijk dat je precies weet hoe groot die productiehal is. Waar wil je elk onderdeel hebben? Dus ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Dit is natuurlijk heel functioneel. Je hebt gewoon alles. Je hebt eigenlijk de beide werelden nodig. Even kijken wat ik hier nog meer had. Dit is de Anycat. Ik zag dat later. Ik zag dat plaatje daar op het dak. En dat zal dan een ergosysteem zijn. En als je die dan hier bekijkt, dan geven ze aan dat bijvoorbeeld met allerlei verschillende softwarepakketten gemaakt kan zijn. Je hebt dus een SolidWorks, een AutoCAD, een Fusion, Inventor, Revit. Ja, je hebt allerlei tools om iets te maken. En je moet gereedschap gebruiken waarvoor het gemaakt is. Dus Revit gebruik je voor je gebouwen. En AutoCAD gebruik je voor je plattegronden. En Inventor en Fusion gebruik je misschien meer voor werktuigbouwkundige
onderdelen. Maar je wil ze allemaal laten samensmelten. Dit is niks nieuws. Dit kon altijd al. Dit is AnyCAD. En AnyCAD ga ik je straks weer demonstreren. Omdat ik ben nog steeds enthousiast van hoe mooi dat allemaal samenwerkt. Nou, je ziet hier allerlei verschillende plaatjes. Ik ga het niet uitleggen wat dat allemaal is, maar een stepfile weet iedereen vast wel wat dat is. Want misschien kun je nog afvragen, het verhaaltje wat je net hebt gehoord, misschien kun je nog afvragen van, ja, waarom doe je allemaal zo moeilijk? Geef mij gewoon een stepfile van die hele Schiphol loods en ik weet genoeg. Ja, dat zou kunnen. Een stepfile is een 3D uitwisselformaat, net als DXF in AutoCAD, dat is plat en step is 3D. Dus als ik een stepfile had in die tijd, die bestonden niet, maar als ik het had, dan was ik wel aardig geholpen. Dan had ik eigenlijk alles al gehad. Dan wist ik precies waar mijn leuningen en trappen en bordessen moesten komen. Het probleem is alleen dat de werkelijkheid altijd weerbarstiger is. Dus als ik die step wel had gehad en ik ging inmeten nog even voor de zekerheid in Schiphol en ik zag dat toch alles anders was, ja, die stepfile die kan ik niet wijzigen. Dus dat is het probleem. En nu heb ik iets wat naadloos, dat laten we daarbij houden. Het sluit naadloos bij elkaar aan. Nou, dan zijn we helemaal enthousiast natuurlijk. Nou wil je de demonstratie van je machine en die ga je zien, want ik ga er even goed van zitten. Ik neem een slokje water en we gaan beginnen. Ik heb beide producten heb ik al openstaan. Ik heb hier dit is Inventor. En zoals je ziet, het is de witte, het is een witte achtergrond, prima. Ik heb hem nog witter gemaakt zelfs. En als je dan Revit bekijkt, ik heb ook een Revit bestand open, Revit file. Dit is mijn Revit bestand. En qua kleuren komt het een beetje overheen, dus dat vond ik wel leuk. Maar het is natuurlijk een totaal ander systeem. Revit en Inventor, het is appels en peren. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Maar wat mij opvalt, is dat de Revit enorm ontwikkeld. Als je mij een tijdje terug had gevraagd, hoe zou je een staalconstructie tekenen? Dan had ik direct gezegd, dat doe je in Inventor. Je hebt dus de frame generator, zo moet je doen. Maar ik ben al lang ingehaald door de werkelijkheid. Want wat ik hier zie, dan denk ik, jongens, doe het. Alsjeblieft toch in Revit. Nou, dit is Revit. Ik ben geen Revit specialist, maar ik kan wel op een paar knopjes klikken. Hoe werkt het bij Revit? Nou, je hebt je 3D model. En dit is het 3D model. En dit is dus de hele fabriek. Dit is de complete fabriek. Ik heb een productiehal waar ik in ga werken. En de productiehal is, dit is de productiehal. Hier wil ik mijn machines in plaatsen. Hier wil ik mijn hijskraan aan het plafond monteren of op de grond. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar dat kan ik gewoon doen in deze omgeving. Wat heb ik nog meer? Ik had er dus een plattegrond heb ik ook. Zo werkt dat in Revit. Dat is op zich bijzonder mooi hoor. Want het is, kijk, je ziet dit natuurlijk, je denkt direct, lijkt de AutoCAD wel. Ja, dat lijkt het wel, maar het is wel wat anders. Want alles correspondeert met je 3D-omgeving. Nou, en wat er nou gebeurt, als je stel, je hebt dit allemaal gezien, dit is één bestand, dit is een Revit bestand van de hele productiehal met alles erop en eraan. Maar er is maar een klein gedeelte wat ik nodig heb. En wat ik nodig heb is dit. Ik heb gezien hoe mijn collega's in Revit dit doen. Dat doen ze zo makkelijk. Ze maken een box selectie. Ze trekken wat aan die box. En ze zeggen, dit is het. Meer hoef je niet te hebben. Dus deze selectie is voor mij gemaakt. Maar dat is heel makkelijk te doen. Ik heb het gezien. Ik ben onder de indruk. Wat ik heel graag wil, dit hele geheel wil ik in Inventor hebben. Dit is Inventor. En hoe doe je dat? Nou, dat is wat zeg ik allemaal? Het is eigenlijk gewoon een AnyCAD file en die ik binnenhaal. Wat ik nu laat zien is eigenlijk niks nieuws. Place imported, moet ik even kijken, place imported CAD files. En daar is een CAD file en dat is dan de stats. Mannheim, wacht even, deze moet ik hebben. Deze wil ik hebben. En dat is de file die ik net open had. Kijk, nu moet ik gaan kletsen, want dit duurt natuurlijk wel even. Het gaat over hoeveel onderdeeltjes zijn, dat laat hij dat al zien. Maar dat zijn er wel een paar honderd, zo niet duizend. En wat je ziet is, er wordt een link gemaakt. Je ziet hierboven een reference. Ik kies voor de reference. Waarom? Ik kan het converteren naar Inventor, maar ja, dan heb ik nooit meer de link naar mijn gebouw.
En ik wil alsjeblieft de link houden, want dat is natuurlijk hartstikke krachtig op dit moment. Want ik weet dat de dingen gaan veranderen. Ik weet dat de werkelijkheid toch anders is. Nou is de vraag, wil ik het hele gebouw binnenhalen? En misschien is dit Koen's vraag. Hoor. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat kan, want ik ref het te slecht over families. Ik weet dat kan je assemblies met meerdere sub-assemblies exporteren. Oh ja, ook exporteren. Oké, we gaan straks exporteren. Dit is importeren. Kijk, dit is het hele gebouw. En in het hele gebouw kan ik zeggen, ja, maar ik wil alleen maar even kijken hoor, productie, deze wil ik hebben. Dit heb ik van tevoren, ja, dit is het. Dit wil ik hebben en verder niks. Als ik weer oké zeg, zal ik weer een tijdje moeten wachten, want dan wordt dat allemaal geconfronteerd. Deze waarschuwing, ik heb het nog nooit gekeken wat er precies staat, maar dat... Ik denk dat hij zegt, ik heb het al gelezen, er staat, ik ga 800 onderdelen confronteren, je moet even wachten, dat staat daar. Nou, gelukkig heb ik een hele snelle computer en daar komt hij al. En onderin zie je ook een balkje oplopen met het aantal onderdelen en hij confronteert, hij confronteert niks, hij maakt de link naar Inventor. Als dit erg lang gaat duren, dan heeft het vaak te maken met versieverschillen. Ik werk nu echt met 2022. Als jij werkt met de versie 2020, zal die eerst moeten updaten. Nou, dan ben je langer van huis. Dan moet hij elk onderdeeltje eerst converteren naar de nieuwste versie. Hij doet het, maar het duurt wel wat langer. En je weet ook dat het alleen upwards compatible is, dus downwards gaat het nooit. Dus als je met 2020 werkt, dan kan je niet een 22 inladen, maar dat weet iedereen. Ik zit nu in Inventor en zo moet ik ook even kijken, waar zit ik nu? Dit is Inventor. Als je dit gebouw wil plaatsen op hetzelfde coördinatensysteem als in Revit, dan zeg je rechtermuistoets, place grounded at origin. Dus dan wordt hij geplaatst op het nulpunt. Nou, hij wil hem nog een keer doen, dat is niet nodig. Ik heb maar één nodig. Je ziet hetzelfde gebouw. Misschien denk je van mijn Revit-collega's die zeiden direct, oh, het ziet er mooi uit. Nou ja, het ziet er nu nog niet mooi uit, want ik kan het nog even in perspectief zetten enzovoorts. Ja, dat zou kunnen. Dan kan ik wat beter zien wat er aan de hand is. Maar het is dus niks, geen Inventor. Het is puur het Revit gedeelte. Wat je hier ook in die browser ziet, daar zie je allemaal mapjes. En daar zie je eigenlijk alle onderdelen. Ik weet niet wat het zijn. Ja, doors weet ik wel eens. Hè, maar alles staat er gewoon. Pipes en noem maar op. Walls, alles wat gelinkt en staat mooi in je Inventor file. Nou, om tijd te besparen heb ik natuurlijk al wat aangemaakt. Wat hier al staat, wat niet zichtbaar is. En wat ik gewoon nu zichtbaar ga maken. Dat doe ik als volgt. Ik kies even voor de default. Dan wordt hetgene wat ik in Inventor heb gemaakt, en dat is dit dus, dat is nu zichtbaar in je Revit-model. Is dat nou niet interessant? He, dat is een hele productiehal compleet met mensen en details, heel veel details. En een van die details is deze kraan. En aan die kraan kan ik zien dat er iets niet goed gaat. Ik kan wel vragen, wat zou er niet goed gaan? Maar kijk, als je hem draait, bijvoorbeeld, even kijken of ik hem kan vinden, drive. Dan zul je wel zien dat dit helemaal niet goed gaat. Hè? Hij raakt hem. Nou, dat is natuurlijk de praktijk, want in de praktijk gebeuren dat soort dingen. Je hebt clashes en je zult zien dat je dit eigenlijk niet wil. Oké, even kijken waarom die niet terugdraait. Ik doe het nog een keer. Even kijken of ik nog een keer kan doen. Drive. Ik moet even hierop klikken. Hup, dan draait hij weer terug. Of ik klik hierop. Hup. Ik wil hem wel even in de oorspronkelijke stand hebben. Nou, kijk, nu komt het probleem. Als dit gebeurt, ja, wat ga je doen? Het is even, wie is het sterkste? Dus het is een beetje spierballentaal. Wie gaat wat veranderen? Kijk, als ik aan die architect vraag, dan zegt hij, zet jouw hijskraan maar op een andere plek neer. Ja, maar dat wil ik niet. In dit geval wil ik dat niet, want hij moet daar staan. Ik wil hem gewoon geen millimeter verplaatsen. Dus, wat zijn de opties? Ik wil dit geheel exporteren naar Revit. Niet het geheel. Hetgene wat ik net getekend heb. Het Inventor gedeelte.
Wat zit er in de mapjes, vraagt Michiel. Maar ja, wat er precies in zit, in de mapjes en al die Revit-onderdelen. Het is niet zichtbaar als een Inventor-onderdeel, maar je kunt ze wel suppressen. Dus aan- en uitzetten, dat kun je zeker. Ja. Dus de visibility of suppressen, je kunt daar zaken aan- en uitzetten. Dat kun je. Ik maak nu een Revit export en ik ga nu gewoon zeggen in één keer, ik wil niet die mapjes, ik wil in één keer de hele visibility uitzetten. Misschien is dit een antwoord op jouw vraag, maar kijk, als ik dit nu in één keer uitzet, dan ben ik al het Revit spul kwijt. Zie je, ik wil Revit niet zien. Want ik wil mijn Inventor model klaarmaken, want ik heb net gezien dat het niet past. Dus ik ga mijn Inventor model klaarmaken voor de Revit exports. En dat is eigenlijk wat er nieuw is in 2022. Dus ik weet niet of Michiel dan teleurgesteld is. Maar het is wel een hele grote stap. Dus de Simplify tool is nieuw in 2022. En die is sterk uitgebreid. Dat heette vroeger Shrink Wrap of iets in die geest. Maar nu heet die Simplify. En dat is een prachtige tool. En je vindt hem ook als jij gaat naar File. Even kijken hoor. Export. En je zou naar Revit toe gaan. Wat ik nu doe ik het even niet op deze manier, maar als je dit doet, ik zag vorige keer dat hij niet vastliep, maar hij ging een beetje rare dingen deed die, dus ik weet niet precies wat de reden is. Ik heb het ook niet nog een keer geprobeerd, maar als je dit doet, kom je ook bij de Simplify tool terecht. Maar ik klik gewoon hierop nu. Nou, je ziet dat als ik op de Simplify tool klik, dan krijg ik allemaal zaken aan de zijkant te zien. Ik even kijken, ik wou nog één ding even kijken of ik dat allemaal wel goed heb gedaan. Die mensen zijn nog niet weg en dus ik ben één dingetje vergeten. Even kijken of ik nog terugkom. Ik wil die Simplify nog even weg hebben. Want weet je wat ik natuurlijk niet wil? Ik wil natuurlijk niet al die mensen die heftruck die heeft ook geen zin. Dus ik heb hier al een soort view gemaakt. Die vergeet ik even te selecteren. Dat is de Revit export. Dus als ik daarvoor kies, dan het gebouw gaat even weer aan. Dus die zet ik weer uit. Die had ik net al uitgedaan. Ik was een beetje te voorbarig. Maar kijk, je ziet het verschil met net. Nou zie ik geen mensen meer staan. Ik zie die truck ook niet. Die heftruck, alles is weg. Dus ik... Dit vind ik wel oké. Dit wil ik graag exporteren. Dus nog een keer op de Simplify. Nou, zoals ik zei, dit is een nieuw tooltje. Het is ontzettend veel meer mogelijk. Je kunt hier zeggen van, ja, wat is je export eigenlijk? Nou, je ziet al dat ik al gekozen heb voor Revit. Maar het kan ook iets anders zijn. Je kan een substitute part maken. Ik kan van alles maken. Maar ik wil een Revit RVT model maken. Dan vraagt hij hier van wat wil je dan eigenlijk? Nou, wil je het hele ding? Als je hierop klikt, ja, dan wordt dat helemaal een box. Nee, dat wil ik niet. Wil je verschillende? Nou, als je nog maar aan het ontwikkelen bent, zou dit goed genoeg zijn. Dit is wel goed genoeg in sommige gevallen, maar in dit geval niet. Ik wil eigenlijk alles wel hebben. Ja, ik kan dingen excluderen, ik kan dingen aan- en uitzetten. Ik kan ook kiezen voor medium. Nou, er zijn ook heel veel vooringestelde knopjes te vinden, maar ik denk bij mezelf, ja, laat het zomaar. Ik vind het wel goed zo. Dus als je dan oké zegt, maakt hij een Revit model. Hij exporteert hem. Maar misschien nog een keer op die vraag terugkomen, kun je families exporteren? Kijk, ik ben een Inventor man, dus ik heb wel van families gehoord, maar wat precies een family is, dat weet ik niet. Family. Hij maakt een RVT model nu. Misschien kan ik even vragen of iemand een grapje kent of zo. Dat we even de tijd kunnen doden. Maar nee hoor, dat gaat sneller als je denkt. Exporting, ik had misschien wat... niet zoveel details moeten laten zien. Hè. Hoe minder details, hoe sneller die hem kan maken natuurlijk. Hè. De demonstratie... Kijk, het zou een half uur moeten duren... zo kom je er wel, hè? Dus daarom heb ik dit ook allemaal ingebouwd, want we zijn eigenlijk bijna klaar straks. Preparing the Revit model. Wat zou ik nou verkeerd hebben gedaan, vraag je dan af. Maar ik heb niks verkeerd gedaan. Hij zegt gewoon dat hij gemaakt is. Nou, fijn.
Hij vertelt nog wat. En wat je ziet, hier, dat is wel interessant, je ziet ook in je model tree, je ziet hier een link naar Revit. En als je daarop klikt, zou je ook nog kunnen zeggen, edit, simplify. Misschien ben je niet tevreden, wil je weer wijzigen of weer deleten, wil je updaten. Je kan er nog van alles mee doen. Dus ik heb een RVT gemaakt. Niet alleen dat hij, ik dacht ook al eerst in eerste instantie, hij zit alleen in mijn modelbrowser. Dat is niet waar. Het is een link en het bestandje staat fysiek op je harde schijf. Dus een fysieke bestandje, die heb ik aangemaakt. Die ga ik nu inlezen. En dan ga ik kijken wat het resultaat is. Nou, als ik nu weer in Revit zit, misschien verlies je het, misschien duizelt je het. Maar het zijn twee programma's, Revit en Inventor. Ik zit nu in Revit. En ik wil dus die geëxporteerde file, die wil ik inlezen. Ik wil zien waar gaat het fout. En ik wil het hier wijzigen. En moet ik even kijken. Ik heb hier wat zaken op papier staan. Dan moet ik even spieken wat ik nou al mee. Ja, ik heb alleen twee dingen nodig. Dit prima, ik sluit het. Ik sluit hem. Dit wil ik hebben en ik wil dat 3D ding ook sluiten. Nou zit ik hier in de productiehal en nou heb je een Revit link. Ook dat is volgens mij niet echt nieuw, maar moet je eens kijken hoe mooi dat is. Inserts. Hier heb je de Revit link. Dus je ziet mijn fabriekshal. Ik wil een Revit link binnenhalen. Nou kijk, degene wat ik net gemaakt had om 15:07 om 11:25, dat zal vandaag zijn. Ik doe omwille van het risico dat toch, aan de ene kant is hij een beetje te groot geworden. Dus ik heb een beetje te nauwkeurig gedaan. Ik pak deze medium, maar die is op dezelfde manier gemaakt. Dus ik pak dat ding, ik open hem, anders moeten we te lang wachten, denk ik. En batsch, daar staat hij nou. Het is onvoorstelbaar. Hij heeft precies de goede coördinaten. Het systeem heeft hij overgenomen. Nou, we zien het probleem toch. We zien het probleem, dus dit is niet wat we willen. Wat willen we dan? Bij view zet ik hem. Ik ga hem wijzigen. Nee, wat willen we dan? Ik wil gewoon hier het luchtkanaal verplaatsen. En je hebt hier een. Even kijken hoor. Ik wil dit even delen. Kijk, want dit is Inventor werk. Dus hier moet ik me even op concentreren. Hoe werkt dit ook alweer? Nou, op zich werkt dit toch fantastisch hoor. Als ik iets ga selecteren in mijn 3D model. Ik wil die balk selecteren. Dan zie ik hem direct. Nou, het is toch. Ik blijf hier, ik vind het verbazingwekkend gewoon dat dat zo werkt. Maar ik wil hem in elk geval van 5 meter terug hebben naar 3 meter. Want dan is hij opgeschoven. En dus heb ik 300 gezegd? Nee, dat kan natuurlijk niet. Het kan geen 300 zijn. Wacht even. Nou, heb ik hem, ben ik aan het toetsen? 3000 moet ik zeggen. Oké. En dan ga ik, kijk, dit is dan een Revit spul. En dan ga ik natuurlijk helemaal de mist in. Waar zit ik nou op te klikken, jongens? Kan ik nog terug? Dit is natuurlijk niet wat ik wil. Nou, dit is het allermooiste van het mooiste. Dan gaat hij hier verkeerd. Ik probeer het dan nog een keer. Waar moet ik op klikken, zeg maar? Moet ik hem even opnieuw selecteren, zegt Leni. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Ja, maar ik moet die maat hebben en dit is een tekst. Hè? Die maat zit er net achter. Oh, kijk, dit is hem. Helemaal goed. Helemaal goed. Dankjewel, Leni. Ik word helemaal zenuwachtig van dat Revit-spul. Maar dat is toch zeer verschuiven, jongens. Dat is toch niet normaal. Hè? Het gaat in één keer goed moeten gaan. Hoor. Het gaat altijd goed. Dus waarom het nu verkeerd gaat, ik heb geen idee. Nou, je ziet dat hij verschoven is, dus ik maak nou de keuze. Dit is mijn keuze, ik wil hem gewoon verschuiven. Dan wil ik eigenlijk deze sluiten. Ik hoef door maar één scherm te zien. Even kijken, kan ik deze sluiten? Deze jongen wil ik actief hebben. Ja, zeg maar account voor klik. Oh yes. Ja, maar ik wou hem nog niet sluiten. Maar weet je, ik wil hem niet. Ik wil alleen deze actief maken. Hè? Dus, ja. Hij doet het gewoon. Nou, misschien moet ik die dan klein maken of zo. Counselor klein. Jullie zien dan wel dat ik dus niet helemaal goed overweg kan met Revit. Maar dat, ja, het gaat wel komen hoor. Ik wil het wel graag leren. Maar het hoeft ook allemaal niet. Ik hoef het niks. Ik wil alleen dit scherm zien. Ik kan hem ook sluiten natuurlijk. Je hebt gelijk, Leni. Je hebt gelijk. Ik heb hem al. Dus dit is wat ik wil. Dus
als ik dit nou terug wil hebben naar Invento, denk je, ga je dan weer het hele circuitbus langs? Nee, absoluut niet, want ik heb die link. Ik heb die link in Revit staan. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is 7. En bij het 7 zegt hij al door. Wacht, ik ga het straks allemaal lezen, jongens. Koen, ik ga het straks lezen. Ik ben er zo geconcentreerd met Revit bezig. Dus ik moet dit even afronden. Het is echt bijna klaar. Ik heb gesaved. Ik heb nergens een foutmelding gekregen. Als ik nu terug ben in Venta. Nou, ik haal diep adem. Ik ben gerustgesteld. Want ik zie al de update knop. Dat geeft mij al te kennen dat er iets te updaten is. Maar ja, ik wil wel zien wat er te updaten is. En daarvoor zet ik nog eventjes mijn Revit spul aan. Hè. Ik wil gewoon even weer terug naar die situatie waarin ik zag dat het helemaal misging. En dat is deze situatie, toch? Dit is allemaal niet wat ik wil. Dus dit gaat niet goed. Als ik hem update. Hè, dan, hij moet wel die zaken even opnieuw inlezen, maar ik neem toch aan dat hij dat luchtkanaal hè, reageert niet. Dat komt allemaal wel goed. Hij gaat hem opschuiven. Jazeker. En is het nu goed gegaan? Nou, dus dit is echt het laatste hoor. Dan dit is het laatste wat ik je wil laten zien. Want als je nu zegt van oké, drive. Misschien even 5 keer vind ik leuk. Ik hoef geen 5 keer te wachten, maar het is wel interessant. Want dan zie ik nou wel dat hij helemaal vrij komt. Hè? Dus dat is uiteindelijk mijn doel. Dus als je nou denkt van nou, dan snap ik er helemaal niks meer van wat je nou allemaal hebt gedaan. Wil ik het ook voor mezelf nog 1 keer herhalen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Misschien heb ik daar een mooi plaatje van. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar, ja, misschien heb ik hier wel een plaatje van. Kijk, ik heb dus iets in Revit gemaakt. En dit is natuurlijk veel beter in Revit te maken. Ik herken mijn meerdere daarin. Want ik zie het en ik denk, ja, dat moet je nergens anders doen. Dat is Revit werk. Maar datgene heb ik wel nodig in mijn Inventor-omgeving. Want ik heb zaken gemaakt in Inventor. Maar hier zie je gewoon dat het hele cirkeltje rond is. Want dat is wat er gebeurd is. Hè. In Inventor zie ik dat mijn Revit-model niet past. Dan is de discussie, wat pas ik aan? Ik pas mijn Revit-model aan. Dan kan ik mijn Inventor model klaarmaken voor een Revit export, lees me in Revit, verander in Revit en aan de hand van die link kan ik zien dat mijn Inventor model klopt. Nou, ik kan me voorstellen dat er een heleboel vragen opwerpt. En toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik ook van, joh, laat me dat eerst zelf maar eens doen. En je zult zien dat als je het zelf doet, dat fantastisch werkt. Alleen ik denk niet dat er iemand is met kennis van Revit en Inventor. Maar dan heb je wel collega's die je kunnen helpen. Of je kunt je toeleverancier opvoeden. Je kunt gewoon zeggen van maak me die Revit link of doe me dit of doe me dat. Je ziet dat het mogelijk is. Dus of je doet het in eigen huis, of je kunt het door derden laten doen. Nou wil ik die vraag van Koen even lezen. Even kijken, hoor. Is het nu nog mogelijk om Inventor export te exploderen waarbij de informatie zoals profielmateriaal? Nou, ik ben bang voor niet, joh. Maar dat zal ik verder moeten onderzoeken. Want weet je wat het is? Ik heb dit nog niet. Ik moet dit even verder met mijn Revit-collega's overleggen van... Kun je nou wat met deze export? Hè? Want kijk, ik heb nu simpelweg mijn machineonderdelen. En ik weet dat een Revit-man, die wil allerlei intelligentie eraan hangen. Waarvan ik denk, ja, wat voor zin heeft dat? Hè? Dus tuurlijk, je wil het materiaal weten. Maar je moet toch misschien die werelden toch gescheiden houden. Ik maak mijn bill of material, mijn stuklijst in Inventor. Klaar. Inventor, dat is mijn werk. En jij doet alles in Revit. Je hebt je stuklijst in je bill of material. Je weet... Je materiaal, hè, dat die hele staalconstructie wordt in Revit gemaakt. Dus ik denk toch dat je die, ook al zijn ze samen, ook al werk je samen, je kunt die twee toch op dat vlak denk ik wel scheiden. Maar misschien vind je dat geen goed antwoord. Maar dan, kijk, achteraf kun je ook nog zeggen van, misschien moet je hier eerst even over nadenken. Dat je vraagt, misschien moet ik mijn antwoord beter formuleren. Dat kunnen we altijd per mail regelen. Of per telefoon, dat je later zegt, nou ik bel je eens op. Hè? Dat zou altijd goed zijn. Kan altijd. Dus, ik hoop daarmee... Ja, dat krijgen we het hoor. Ik heb een Revit gebouwmodel van 600 MB groot.
praktijk niet werkbaar. 2 dagen confronteren. Johan, ik ben de Invento man. Hè. Dit vind ik prachtig hoor. Wij gaan dit samen met ons Invento mensen gaan we dit voor je oplossen. Hè. We gaan kijken wat we daar kunnen doen. Ja. Kijk, ik weet, Revit is wat nieuwer dan Inventor. Inventor loopt al zo lang mee. En Inventor was het altijd een strijd. Mijn model wordt groot. Mijn model wordt groot. Is niet meer werkbaar. En daar zitten allerlei... Ja, oké. Okay, laten we eens kijken. Wim liet zien. View maken in Revit. En die... Oké. Okay, is dat een oplossing, Michiel? Ja, dat zou best kunnen. Huh? Ja, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om dat te omzeilen. Want jij bent echt niet de enige. Die gebouwen die bestaan uit heel veel onderdelen. En ik weet dat bij Inventor was dat ook altijd het probleem. Stel dat ik mijn staalconstructie omwille van lasttekeningen in Inventor maak. Ja, oké. Okay. Ja, komt de vraag nog? Stel dat. Ja, ik vind het een leuke opmerking. Stel dat ik mijn staalconstructie omwille van de lasttekening, et cetera, in Invento maak. Ja. Dus we zouden graag echter alleen de onderdelen van de staalconstructie afzonder van elkaar willen selecteren. Bedoel je dat dan in Revit of in Inventor? Je zegt, ik teken binnen Inventor en ik haal hem binnen in Revit. De Koen, want ik begrijp niet helemaal. Kijk, in Inventor heb ik het alle losse onderdelen. Ja. Nou, ook hier, hè, weet je wat, dit soort dingen, dit is best wel complex. En dat wil ik graag voor je uitzoeken. En nu heb je wat gezien, dan denk je, ja, nou in mijn situatie dan. Want ik heb hiermee te maken. Kijk, al deze afzonderlijke situaties, vind ik dat we die naderhand moeten oppakken. We nemen contact met jullie op en we gaan het voor je uitzoeken. Lijkt me goed dat we dat op die manier doen. Kijk, en als er onmogelijk in zit, en als het gewoon niet kan, dan moeten we daar ook eerlijk in zijn. Dan moeten we zeggen, nee, het is nog niet zover, het lukt niet. Ik denk nu dat ik het ei van Columbus heb, maar als in de praktijk blijkt dat je toch nog tegen zaken aanloopt, dan moeten we die of tackelen, oplossen, of zeggen van, nou, dit soort zaken zou je dan anders moeten doen. Bij mij schuurt het ook nog steeds hoor. Een staalconstructie, doe je dat nou in Inventor of doe je dat nou in Revit? Dat is natuurlijk de scheidslijn die je elke keer hebt. Hè. Waar maak je het een en ander in? Ja. Ik denk dat er nog wel meer vragen opkomen bij jullie. En ik hoop dan aan het eind van de... Kijk, hier staat vraag en antwoord. Nou, dat antwoord, dat moet ik je misschien schuldig blijven. Want ik heb niet overal een antwoord op. Hè? Ik denk dat we dat in een nadere sessie moeten doen. Dat we gewoon even een telefonisch contact moeten opnemen. Zou u... Ja, tuurlijk doen we dat. Ja, zeker. Dat komt goed. Nee, kijk, van deze vragen die uitstaan, hebben jullie gegevens. Wij nemen contact op. Jullie hoeven niks te doen. Ik denk dat we met iedereen afzonderlijk wel even contact opnemen. Even kijken, wat zijn op dit moment de issues en hoe kunnen jullie helpen? Het specialisme van Revit en Inventor, hè, de beide specialismen zijn hier in huis. Alleen nu heb je met een Revit en een Inventorman te maken. Dus als het specifiek de Revit specialismen zijn, dan heb ik mijn collega's nodig. En dat gaat ook goed. Dat zal goed komen. Bedankt voor je aandacht en hopelijk tot gauw. Yeah.